Als je VVW zegt, dan zeg je Bert Steltenbol. Zeg je Bert Steltenbol, zeg je VVW. Ja, ja. En vandaag was het echt een teamprestatie. Oké. 1-0 uit een hokschop. Oefenen jullie daarop op de training? Ja, we hebben wel wat vaste patroontjes. En ja, deze keer pakt hij niet goed uit. Dan op een gegeven moment gaan jullie rusten met 1-0. Dachten jullie toen in de kleedkamer, oh, die pakken we wel? Ja, na de eerste helft dachten we, had het al 3-4-0 moeten staan. Ze hadden echt nog geen kans gehad. En toen dachten we, van, zeiden we ook tegen elkaar van, ja jongens, gewoon zo snel mogelijk die 2 en 3-0 maken en is het gewoon klaar. En dan kunnen de wissels ook nog erin komen. En dan hebben we gewoon een leuke avond. Nou ja, dat is gelukt. Ja. Hoe heet het? Koning ook 2 keer. Ja. Dan denken we zo, Aalsmeer, wisten jullie wat van Aalsmeer? Nee, nee, we wisten daar niks van Aalsmeer. Nee, ja, het is bijna een uur rijden. En ja, je kijkt niet naar de derde klasse. E was het, denk ik, zoiets. Daar kijken we niet naar. Dus we wisten niks. Ook geen spion gestuurd? We hebben geen spion gestuurd. We gingen gewoon uit van eigen kracht. Okay. Zondag Always Forward. Ja. 5-0 stond er op het scorebord. Nou, dit is natuurlijk behoorlijk schrikken van voor Always Forward. Nou ja, ik begreep dat van die jongens op de bank dat het bestuur van Always Forward en ik zag de trainer hier ook staan van Always Forward. Dus die hebben gezien wat voor wedstrijd het was. En Gideo Adugnoen. Ja, ja. En ja, goed, ik denk dat hun ook wel zagen dat dit niet een hele beste tegenstander was. Jotie, had je gedacht 5-0? Nee, nee, niet echt. Nee. Ze hebben me aan de ene kant best wel verrast. Hoewel in de rust ik er wel heel veel vertrouwen in had. Want we kregen in de beginfase aardig wat kansen. En dan scoren we er dan eentje van. En nou, daarom had ik in de rust. Ah, ja, het had wel 3-0 kunnen zijn, joh. Ja, nee, de bal weg in de paal. Ja, nee, maar dat bedoel ik ook. We hebben er een hoop kansen gemist. Maar goed, dan ga je toch met een beter gevoel weer de rust in. Maar voor de wedstrijd, nee, had ik niet verwacht. Maar als het dit met de spelregels, als je vastgehouden wordt en je loopt naar het doel, dan is het gewoon rood. Ja, maar volgens mij was het in dit geval meer aan de zijkant van het veld. Nee, het was in het midden. Je bedoelt die met Bert? Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat hij dat niet doet op dat moment. Maar had het meer centraal geweest, dichter bij de 16, dan had ik het nog wel willen zien, ja. Zo staat het in de spelregels. Maar goed, maakt niet uit waar je hem ook vasthoudt. Als je 5 vrij veld voor je hebt, rood. Is dat zo? Oké, okay. Nou goed. Hey, 5-0. En dan staat hier natuurlijk ook een trainer van Always Forward. Er staan nog wat andere begeleiders van Always Forward te staan te kijken. Jij kent ze allemaal. Nou, die zijn geschrokken. Ja, ik weet niet of ze geschrokken waren. Ik bedoel, ik vond Aalsmeer in vergelijking met onze competitie vond ik Aalsmeer gewoon een middenmotor. En vond ik ze matig. Wil ik niet. Wist je al wat van Aalsmeer? Ja, ik wist wel wat van Aalsmeer, jazeker. Ik heb wel mijn huiswerk gedaan. Maar uiteindelijk in de praktijk weet je natuurlijk nooit hoe het uitpakt verder. En dat viel me best wel tegen. Maar dan wil ik mijn ploeg natuurlijk niet daar tekort doen. 1 juni, lijkt wel december, dan was het warmer. Ja, ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk krijg je van het resultaat natuurlijk best wel warm van. En nou ja, goed, wat dat betreft nemen we het weer zoals het is. Gefeliciteerd. Dankjewel.